Welkom bij weer een nieuwe video van Elishop, met vandaag de verschillen tussen onze Atte soldeerstations. Bij Elishop verkopen we in de prijskategorie tussen de 40 en de 120 euro een aantal soldeerstations van het merk Atte. We krijgen alleen vaak de vraag, omdat de stations qua prijs niet ver uit elkaar liggen, waarom je nou beter de ene kan kopen en niet de andere. In deze video zet ik even kort op een rijtje wat qua functionaliteit nou de verschillen zijn tussen deze stations. En heb ik later ook nog een vergelijking van de opwarmtijd tussen deze stations. Afgezien van gebruikersgemak zit het verschil tussen deze stations hem vooral in vermogen. En vermogen is belangrijk om te bedenken, want bij grotere oppervlaktes van glijdend materiaal heb je een grotere punt nodig en ook meer vermogen om goed te kunnen solderen. Daarnaast is vermogen belangrijk bij het stabiel op temperatuur houden van de punt en de opwarmtijd. We hebben van deze stations even op een rijtje gezet wat nou precies de opwarmtijd is en de resultaten daarvan zie je hier. Na het testen van deze stations blijkt er eigenlijk dat er weinig verschil zit tussen deze stations. De AT937 en de AT938D zijn door hun prijs en performance eigenlijk de beste instapmodellen en zeer geschikt voor de hobbymatige soldeerder. De AT980E komt het beste uit de test, is het snelst op temperatuur, heeft een mooi vermogen waardoor die eigenlijk voor elke taak die je hem zal geven geschikt is. En de ST80 is voor het prijsverschil niet per se een veel beter station. En zou dus in de regel niet per se boven de 89E verkozen hoeven worden. Ik hoop dat de verschillen tussen deze stations nu een beetje duidelijker zijn geworden. En tot de volgende video.